naar zich toe wil gaan trekken. Hij gaat gelijk vanaf kiet, heeft de pit naar de pak gelijk de eerste plaats. De nummer 11, let u op dat rode naaimachine. Dat rode naaimachine, tegelijk naar de derde plaats, naar de vierde plaats, vierde plaats. Dan plaatst hij een ongeluk buitenom te maken, derde plaats. Nummer 31, op dit moment, de Rodney Dunica. En de man uit Ieder, hij is altijd wel een snelle start, maar verderop in het programma komt hij. En hij ligt op dit moment op P3. P3 is in handen van nummer 11, Klaas van der Steeg hier uit Ieder. Maar aan de leiding natuurlijk nog niemand minder dan Randy Dunninga uit Winschoten. De man uit Winschoten moet nu gaan waken, want de nummer 46, Pascal van Hameren, was ook al een keer in de eerste maas goed voor de tweede positie. En dan wordt de aanval ingezet op Van der Steeg. Met 3-4 wordt hij belaagd. En dat kleine rode machientje, de kleinste machine van het heel deelnemersveld, ligt nog steeds op een derde positie. Maar het zal niet lang meer duren, want hij probeert zo dadelijk aan de kant geduwd door een van die andere mannen. Maar bodychecks zijn hier toegestaan. Maar de nummer 11 hier uit Iederburg voor eigen publiek probeert natuurlijk de blauwe machine onder nummer 90 van zich af te houden. Peter Maris uit Norg. Kom op! Nunning gaat nog steeds aan de leiding en hij komt nu op een voortvarende manier. Rijdt hij nu door de stelletje achterblijvers. En nummer 67 staat maar gewoon te kijken, Jeffrey Willems uit Alteveer. Hij vindt het op de startgrid nog vele malen mooier. Laatste ronde is ingegaan voor Randy Dunninga. En Randy Dunninga heeft de kat uit de boom gekeken, zodat de brandweer minder werk heeft.